Het gaat de laatste maanden niet zo heel goed met de koninklijke HFC. Want de ploeg uit Haarlem heeft al 7 wedstrijden niet meer gewonnen. Het stond 4e in november. En nu vinden we die ploeg terug op de 11e positie. En dan komt er ook nog eens Quick Boys, de nummer 3, op bezoek hier in Haarlem. De eerste aanval is voor de thuisploeg, maar deze bal gaat hoog over. Het schot van Cas Dijkstra. De man deel 8 keer succesvol was dit seizoen. En hier is de volgende mogelijkheid voor de thuisploeg. AFC won wel eerder dit seizoen. Heel knap. Opnieuw Zuid met 2-1. Cas Dijkstra en Gerrie Vlak waren toen de doelpuntenmakers. En hier is een goede mogelijkheid voor HFC. Maar Levi de Wilde raakt die bal wat wild. Het is een afzwaaier van de aanvaller van HFC. De ploeg natuurlijk versterkt in de winterstop. Met Klomp, met Eindhoven. Die op de bank begint. En met Wessel Boer. Maar het is Quick Boys dat hier de aanval zoekt. De ploeg uit Katwijk. En de kopbal gaat maar net over van Sam van Duin. Vorig seizoen natuurlijk in de spits bij HFC. Zakaria Elachouri. Nu spits van Telstar. Vorig seizoen 17 keer trefzeker voor de ploeg van Tameris. Die missen ze wel natuurlijk daar in Haarlem. Ondertussen Quick Boys met Van Duin. Bal naar de buitenkant. En dit schot dat naast gaat van Wanko. Bij Quick Boys één oud HFC'er in de basis. In de persoon van Guus Offerhaus. En AFC dat goed partij biedt in de eerste helft en ook zeker kansen krijgt. Wat te denken van deze mogelijkheid bij de tweede paal is daar opnieuw Levi de Wilde. Die raakt de paal ook. Bal teruggebracht en dan voorlangs weggekopt naar die voorzet van Gerrie Vlak. Kors ook bij die aanval betrokken. En AFC zou zo misschien wel een openingstreffer hebben verdiend. Maar dan aan de andere kant Sam van Duin helemaal vrij. 1-0 voor Quick Boys. Nou, prima aanval. Levi van Duin hier. Bal doorgetikt naar Broekhuizen. En dan heeft hij al lang gezien dat Sam van Duin helemaal vrij staat. Voorzet op maat. Michael is kansloos. En Quick Boys, de ploeg van Thomas Duivenvoorde, dus op voorsprong. En Van Duin lijkt geblesseerd te zijn geraakt bij het juichen. Het is geen overtreding, dus mag Quick Boys doorgaan. En Sam van Duin staat weer in de juiste versnelling. De beentjes staan weer goed, de voorzet is goed. Die kan worden weggewerkt. Quick Boys heeft een nieuwe spits met Koen Blommestein. Die is er hier nog niet bij, maar dit is wel een kans voor Levi van Duin. Ze gaat er alleen op Michaelis af en dan had dit natuurlijk de 2-0 moeten zijn. De kans voor Levi van Duin. En ze gebeurt er genoeg in deze wedstrijd met hier de thuisploeg weer met Max Veerman. Voorzet en daar is de 1-1. Flip Klomp, iemand eerder dit seizoen nog in de Eredivisie 2 keer invaller was bij Volendam. Scoort nu als speler van HFC. Goeie voorzet vanaf de achterlijn. Misverstandje achterin. En Klomp zegt dankjewel en scoort de gelijkmaker. Misverstand met onder andere deze man. Marousou. 1-1. Daar gaat Quick Boys niet voor. Die willen meer. Marino Junte. Deze hoge voorzet die heel lang onderweg is, waarop de doelman van HFC, Michaelis, toch eventjes in actie moet komen. Oh, dit gaat ook lekker zeg. Volgende kans, Junte. Nee, Michaelis. HFC dan, voorlangs. Slotfase van de wedstrijd. Daar is Nick Broekhuizen. Via de vingertoppen van Michaelis gaat deze bal nog tegen de paal. Aanval nog niet voorbij. Zo gaat Quick Boys in de slotfase op jacht naar de volle winst. Quick Boys dat van de 7 keer eerder dat deze twee ploegen tegen elkaar speelden, maar 1 keer wist te winnen. En ook nu voorlopig op 1-1 blijft steken. Ja,
En dat blijft het ook, want hier is het eindsignaal van de scheidsrechter Mike de Bruin uit Nootdorp. En Quick Boys komt dus niet verder dan 1-1 uit bij HFC.